Goedenavond allemaal, van harte welkom bij Presence Live. Hier vanuit downtown in Veenendaal willen we u hoop, bemoediging en aanbidding brengen. Wim heeft een paar dagen vrij en daarom mag ik hier vandaag staan. Maar dat hoef ik gelukkig niet alleen te doen, want dat mag ik samen doen met Joke Buijs. Ja, Joke, welkom. Leuk. Ja, en ik praat vanavond met Natasja Naron over hoe je omgaat met je financiën in deze onzekere tijd. En we hebben live muziek van The Bowery. Daarnaast zullen we een overdenking hebben en heb ik een gesprek met Frederik de Groot, een acteur, om te horen hoe het nu eigenlijk is in zijn wereld op dit moment. Maar voordat we daarmee allemaal aan de slag gaan, gaan we eerst eens even kijken wat ons opviel in de media. En allereerst is dat natuurlijk de persconferentie van onze minister-president Mark Rutte gisteren. Waarin hij ons vertelde dat we de komende tijd nog wat langer op deze manier door zullen leven. En Martijn Buwalda, vriend van de show, bracht daar op zijn Martijns, kan ik haast wel zeggen, ja, een hele mooie invulling van in beeld. En hij zei, en als we geluk hadden, gingen we na het tandenpoetsen nog even naar beneden in onze pyjama. En dan mochten we van papa en mama het eerste stukje van de persconferentie kijken. Al dus een generatie kinderen over 30 jaar, zo stelt Martijn. En ik denk dat hij daar gelijk heeft. Dat de kinderen van nu zich nog steeds zullen herinneren over 30 jaar hoe deze periode is geweest. Hoe we als gezin met elkaar daarmee zijn omgegaan. Hoe het was om te luisteren naar onze minister-president. En wat je ook van hem vindt, wat je politieke voorkeur ook is. Hoe mooi is het te zien wat zijn leiderschap teweeg brengt in ons land. En we mogen ook voor hem bidden, voor wijsheid in het besturen van dit land. De kinderen zullen denk ik ook nog iets anders herinneren van die persconferentie. Namelijk de gebarentaal. Het is opvallend om te zien wat voor rol gebarentaal inmiddels in onze samenleving speelt. En ook voor een minister kan dat soms nog best even wennen zijn om daarmee om te gaan. Testen mee te kunnen uitvoeren. Hamsteren zou je het kunnen noemen. Hier, hamsteren zou je het kunnen noemen. Ja, dat begrip hamsteren is wel echt een onderdeel geworden van onze samenleving. Aan ondernemers is het nu ook de uitdaging om te leren gaan met deze nieuwe werkelijkheid. En sommige ondernemers komen door die nieuwe werkelijkheid wel op heel bijzondere ideeën. Nou, je ziet dat er een Destipoort staat. Dat is een nieuw apparaat wat ontwikkeld is om speciaal de winkelwagentjes te desinfecteren. Ja, hoe gaat het in zijn werk? Nou, heel makkelijk. Er zit een vernevelaar op met water. Waar desinfectiemateriaal in zit. De karretjes gaan er doorheen en worden daarna door een medewerker schoongemaakt. En op dat moment kan een klant veilig winkelen. In de culturele sector zien we mooie initiatieven ontstaan. Zo meldt de Hermitage dat ze een virtuele tour gaan aanbieden. Nou, dat is iets wat ze hebben gezien bij de Hermitage in Sint-Petersburg. En die nemen je met een 5,5 uur durende film mee langs alle kunstschatten die zij in het museum verzameld hebben. Wat een prachtige manier om zo toch nog het museum te kunnen bezoeken. En als je wat creatief bent met je computer en wat snapshots maakt, zou je er zelfs een fotoalbum mee kunnen vullen. See, the river's been dry for ages. See the books stored on the shelf. No one's ever seen the pages. No one ever lost themselves. See the flames can't touch the fire. Heard a song never been sung. Still I try, although I'm tired, to search the land where we belong. But the rivers can run drier. There's a story to be told. When the flames are getting higher, you will guide me through the fire to the end of the storm. 'Cause when the flames are getting higher, you will guide me through the fire to the end of the storm.
see the boats left in the harbor. Never sail the open sea. See a soldier without armor. He's scared of what he cannot see. See the roads I did not travel. See the life I never lived. Still I'm trying to unravel. I did not deserve this gift. Though his love makes me a liar, still the story must be told. 'Cause when the flames are getting higher, he will guide me through the fire to the end of the storm. 'Cause when the flames are getting higher, he will guide me through the fire to the end of the storm. 'Cause when the flames are getting higher, he will guide me through the fire to the end of the storm. 'Cause when the flames are getting higher, you will guide me through the fire to the end of the storm. 'Cause when the flames are getting higher, you will guide me through the fire to the end of the storm. When the flames are getting higher, you will guide me through the fire to the end of the storm. Ja, prachtig. Leuk dat jullie er zijn, jongens. Ja, heel wat jaren geleden zaten jullie bij ons op de bank. En toen vertelden jullie over je plannen die jullie hadden om zelf muziek te maken. En toen waren jullie nog het duo Rokus en Ramon. Voor al uw feesten en partijen. Precies, ja. Precies, ja. En dat is daarna de Bowery geworden. Ja. Vertel eens, waar komt die naam vandaan? Die naam die hoorden we een keer ergens en toen dachten we van, hey, dat klinkt vet. En toen gingen we uitzoeken wat dat was. En de Bowery is een wijk in New York. En een wijk die ooit bedoeld was om de mooiste wijk van New York te worden toen die gebouwd werd. Alleen de bewoners zelf die maakten daar best een bende van. Er kwam drugs, er kwamen gangs. En dus een plek die zo mooi bedoeld was, die werd door de bewoners zelf werd daar een rommel van gemaakt. En toen dachten we, hey, wij willen graag zingen over gebrokenheid, over een gebroken wereld waar hoop doorheen schijnt. Ja, dat staat heel mooi, staat die Bowery daarvoor. Als wijk waar de bewoners zelf een rommeltje van hebben gemaakt, maar die zo mooi bedoeld was. Ja, en was die naam er al eerder of waren de liedjes er eerder en dat je toen kwam op die naam? Volgens mij ging dat een beetje gelijktijdig. We hadden al wel wat liedjes geschreven en toen kwamen we op die gebrokenheid. En toen, die naam die vulde dat eigenlijk perfect aan. Ja. En het klonk heel vet. Ja, want de kern van je liedjes, gaan die ook over gebrokenheid? Ja, maar ik zou niet willen zeggen dat al onze liedjes klinken vaak wel donker. We gebruiken heel veel mineurakkoorden en het is vaak wel een beetje zwaar. Maar ik hoop altijd heel erg dat de luisteraar daar de hoop uit haalt. Ja. Want we zingen wel over gebrokenheid, maar we zingen juist ook over hoop die daar doorheen schijnt. Ja. En wat past dan het beste bij je karakter of bij jullie karakter? Hoop of juist naast iemand staan in verdriet? Beide. Ik vind het namelijk heel erg. Ik vind dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Je kan niet over gebrokenheid praten met iemand zonder over hoop te spreken. Ik vind echt dat onze plicht is, zeker in deze tijd ook. Ja. Anderzijds, je kan ook alleen maar blij praten en alleen maar vrolijk zijn, maar dat is ook maar een halve waarheid. Ja, precies. Hoe gaat het bij jullie thuis? Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Zijn jullie meesters thuis? Of, gelukkig niet. Nee? Oké. Nee. Mijn vrouw die is daar ontzettend goed in. Die heeft gelukkig ook de mogelijkheid om thuis te kunnen blijven en om er echt voor de kinderen te zijn. Wij
dat spreek ik ook voor jou, maar als muzikanten moeten we toch aan de bak op een of andere manier om te kijken of we ergens in ieder geval onze muziek kunnen laten klinken. Ja. Dus daar ben ik vooral heel druk mee. Ja. Ja, en hoe gaat het nu met de creativiteit? Want ik merk bij mezelf dat dat nu een beetje stilstaat. Dat het wel creativiteit geeft om leuke dingen te verzinnen, zoals een livestream. Ja. Maar bijvoorbeeld liedjes schrijven, dat vind ik nu in mijn hoofd lastig. Hoe is dat bij jullie? Ja, ik denk dat dat ook wel voor ons geldt. Het is heel veel mensen zeggen het die ik spreek, hier komen zeker mooie liedjes uit. Maar ik sta echt helemaal stil in mijn hoofd. Die knop die is nu echt uit. Het is nu echt. Wij zijn bezig met. Wij zouden deze maand naar Nashville gaan. Om onze nieuwe plaat op te nemen. Ja. Dat staat totaal op losse schroeven. Ja. We zijn met allemaal liedjes schrijven bezig. Allemaal creatieve dingen. Ja. Maar schrijven, daar is op een of andere manier geen plek voor op dit moment. Ja. Ja, en dat is dan nu ook, al die afspraken zijn afgezegd. Alles is afgezegd, ja. Helaas. In de hoop dat je het weer oppakt als het eenmaal voorbij is. Ja, dat gaan we zeker doen. Nou, leuk dat jullie er zijn. Elke dag nemen we een kijkje in hoe het eraan toe gaat bij iemand in zijn dagelijks leven. En vandaag is het de beurt aan acteur Frederik de Groot. Normaal rij ik hier in de ochtend een paar keer per week sinds 2-3 weken alleen. Naast mij zit Marja, mijn vrouw. Daar ben ik heel dankbaar voor. Gaan opname maken van datgene wat ik dan doe. En dat is een poging om iets aan mijn gezondheid te doen, aan mijn immuniteitssysteem. En ik ga straks in dat IJsselmeer, 4 graden is het geloof ik op dit moment, heel kort spring ik daarin en koud, koud, koud. En daardoor komt er een enorme reactie. Adrenaline komt er los. En de theorie is al eeuwen oud trouwens dat heel goed is voor de gezondheid. We hebben Frederik nu live in de uitzending. Frederik, wat doe je? Ga je echt dat koude water in iedere dag? Dat is toch veel te koud? Ja, nee, ik moet zeggen, het is echt heel koud. Ja. Behoort tot de risicogroep, dik over de 70. En ik denk, ik voel me niet helemaal 100%. En ik doe het nou 2,5 week en het gaat een stuk beter. Het is even wennen, het is even een heel kort schietgebed. En erin en eruit. En dus, dan er doorheen, ja. En dan een seconde of 10 in het water, of wel langer? Nou, 14 haal ik net. Frederik, je zegt net, ik behoor tot de risicogroep. Zie je dat ook echt zo? Ja, dat is gewoon natuurlijk bepaald, hè, van hoger hand dat we dat zijn. Dus het is, ze kunnen er nu om lachen, niet jij, maar ik. En daar plezier over maken, omdat je je goed voelt. Maar er zijn natuurlijk echt mensen die op een gegeven moment te horen krijgen van hun huisarts. Dat ze echt van boven de 70, dat ze misschien niet meer in de eerste hulplijn terechtkomen. En dan wordt het een heel ander verhaal. En ik probeer er alles aan te doen om gezond te blijven. Terwijl ik ook best weet dat waarschijnlijk dat zwemmen in de kou niet helpt tegen dat verschrikkelijke virus. Maar ik denk alles wat ik kan doen om daar beter uit te komen en verder. Ja, ik geniet eigenlijk een beetje van de vrijheid. De agenda is leeg. Ik ben een beetje teruggegaan naar de basis van de Bijbel, het Johannesevangelie. Omdat ik heel sterk het gevoel heb, ik lees, ik hoor veel natuurlijk over wat we allemaal te melden hebben over God en de Bijbel en Jezus. En wat ik erg mooi aan het Johannesevangelie vind, is dat Jezus, als je alles weglaat, eigenlijk alleen maar zegt, vertrouw mij, geloof in mij, ik ben het levend water, ik ben de bron. En God de Vader en ik zullen er wel voor zorgen dat de uitkomst ten lange leste altijd klopt. En dat raakt me ontzettend. Frederik, wij kennen elkaar al enkele jaren. Vandaar dat ik ook gewoon je en jij tegen u zeg maar. We hebben natuurlijk al Weltrustenpaar mogen doen bij Family 7. Een programma waarin jij de rol vertolkte van Ben en ik van David. En wat me opviel in die rol was dat Ben altijd met allerlei levensvragen worstelde. Merk je juist dat je daar in deze tijd nu ook meer mee bezig bent? Nee, helemaal niet zelfs. Ik merk sinds ik tot geloof ben gekomen, dat is nou 7 jaar, dat ik juist in deze tijd
ja, heel veel, misschien op kleine momenten na, zeker als je naar het nieuws kijkt, dan slaat de paniek en de angst even toe. Uh-huh. Zeker van je Italië en mijn eigen kinderen wonen in het buitenland, onder andere in Amerika, dus dat is best ernstig. Maar ik voel een enorme rust. Het is net, nee, ik heb rust en vrede en ik weet waar ik naartoe ga straks. Maar dat wil niet zeggen dat het aardse me ontzettend bezighoudt. En Je zei net even, mijn agenda is wel heel leeg op het moment. Kan je daar iets meer over vertellen? Want het raakt de culturele sector natuurlijk ook echt. Dat geldt natuurlijk voor ontzettend veel collega's. En ik ben met pensioen, dus ik hoef niet zoveel meer, ook financieel niet. Alleen er zijn natuurlijk onvoorstelbaar zeer getalenteerde collega's van mij die echt met in de wanhoop thuis zitten. En producenten die onvoorstelbaar veel geld verliezen. Want al die schouwburgen en theaters, bioscopen zijn leeg. Nou ja, ik was bezig met een huiskamerregie om te doen. En ook de radioprogramma wat ik doe wordt wat minder, omdat je met mensen zit. En ik ben buitengewoon ambtenaar in de burgerlijke stand. Trouwen, dus ja, dus dan ben je mensen toch aan het de verdrietige boodschap te brengen dat even niet. En zelfs in kerken wordt het steeds lastiger. En ik vind dat het is een hele moeilijke tijd. Maar ook dat het wat Jezus zegt, ik vind het soms ontzettend moeilijk al die teksten te volgen, wat er allemaal mee bedoeld wordt. En Jezus zegt, trust me, geloof mij. En dat de uitkomst is, is de uitkomst. Nou ken ik je ook als een denker. Heb jij het idee dat we hier als maatschappij ook nog iets positiefs uit kunnen halen met elkaar? Dat het iets verandert, dat het iets ten goede gaat brengen? Dat is sowieso gebeurd, dat al. We zijn met z'n allen, ik ga het niet bijbels omschrijven, dat kan ik ook waarschijnlijk niet, we zijn aan het resetten. Er zijn natuurlijk ontzettend veel dingen waarvan je nu, een kind kan dat begrijpen, wat allemaal luxe problemen waren, allemaal dingen waren die niet tot de kern van die zijn voorbij en voor nu of voor later, ik weet het niet. En dat is heel goed, dat resetten. Ik doe alleen één ding bijbels al te noemen. Als je ziet dat mensen in een goed mentaal, spiritueel ritme komen als ze één keer per week rusten. Nou, mensen, op een paar mensen die zich echt helemaal te pletter werken om ons overeind te houden, is het zo dat het die reset naar de hele dag maar geneugde en naar de schouwburg en naar de bioscoop en naar het voetballen en naar het hockeyen, dat is even voorbij. Maar en vanuit die rust mogen wij weer gaan opbouwen. Hey, Frederik, dank je wel. Dank je wel dat je even tijd voor ons wilde maken. Dank je wel dat we even mochten spreken. En heel graag tot in betere tijden. Wie weet duik ik dan wel een keer met je mee dat water in. All right, okay. Wel als het warm is dan. Hey, doei. And God bless you. Zegen. Dank je wel. Rain that falls, perfumes to hear, a voice that calls me out of these walls, build around and after all, they stop the sound. Please don't let go. What you've made for all I know. As I may look away, you will stay forevermore. I used to search
can be found. And instead of swimming, I almost drowned. 'Cause I didn't want to feel so cold and alone. I didn't want to heal, but left on its own. Go. What you've made for all I know. As I may you look away, and you will stay. Forevermore. Vandaag zit bij mij op de bank Natasja Naron, oprichter van Gabriel, een christelijke financiële dienstverlener. Hoi Natasja. Hoi. Wat is dat eigenlijk, christelijk financieel advies? Ja, dat is financieel advies vanuit christelijke normen en waarden. De Bijbel leert ons best wel veel over hoe we om kunnen gaan met geld. Dus het heeft alles te maken met je financiën. En wij proberen mensen te helpen om vanuit die basis op een goede manier met je financiën om te gaan. Ja, en was daar behoefte aan? Zeker, absoluut. Ja, ja. Het is al 17 jaar geleden begonnen met dit bedrijf. Ik werkte toen in loondienst bij een financiële dienstverlening. En waar ik best wel tegenaan liep, is dat het echt, wat ik dan noem, eerlijk advies. Een echte klant centraal stellen. Dus werken vanuit allemaal normen en waarden die dus ook in de Bijbel genoemd staan. Ja. Kon ik toch niet volledig doen. En toen ik met Gabriel begon, had ik natuurlijk de vrijheid om echt vanuit die basis te kunnen werken. En een tweede belangrijk punt is dat er zeker 17 jaar geleden veel geld werd verdiend in de financiële dienstverlening. Ik heb niet zelf het verlangen om rijk te worden, maar ik denk wel dat er heel veel geld nodig is voor goede projecten. Dus ik heb van het begin af aan gezegd van alle winst die ik maak met het bedrijf, dat geef ik aan goede doelen. Dus voornamelijk christelijke goede doelen. Dus op die manier maak ik ook geld vrij voor mooie christelijke projecten die gewoon geld hard nodig hebben. Mooi. En dat is ook best wel in lijn met mijn visie op genoeg.
Ja. Dat ik geloof dat het belangrijk is om niet te veel, maar ook niet te weinig te hebben. En ja, door alle winst en goede doelen te geven, is dat voor mij heel makkelijk in te vullen. Ja. Ja, en nou zitten we in een moeilijke tijd. Het is heel onzeker en onrustig. Ik kan me voorstellen dat er ook mensen bij jullie aankloppen met vragen over wat ze nu moeten. Ja, zeker. Ja, met wat voor vragen komen ze? Ja, het is nogal divers. Ik zal het als houden voor een beetje de top, zeg maar. Dat zit hem heel erg op beleggingen. Die zijn natuurlijk flink gedaald. Hypotheken en de huizenmarkt die ermee verband heeft. Met die beleggingen te beginnen is... het is natuurlijk echt gewoon een enorme daling die er heeft plaatsgevonden. Ja. En het is natuurlijk zeer de vraag, ja, wat gaat dat doen? Dus we krijgen natuurlijk veel vragen van mensen van... Nou, is dit nu een goed moment om te starten met beleggen? Of is het juist een goed moment om toch de rest maar weg te halen? En dat is ook gewoon hartstikke ingewikkeld. Ja. Want niemand weet wat de toekomst gaat doen. Het kan zijn dat we echt nu in een dal zitten qua beleggingsresultaten. En dat het alleen maar beter is. Dat je nu maar beter meer kan gaan beleggen. Ja. Maar ja, het zou ook kunnen dat het natuurlijk nog verder omlaag gaat. Ja. En het ingewikkelde is ook, de meeste grote specialisten in dit gebied... die hebben ook verschillende ideeën hierover. Dus we gaan pas over een aantal jaren zien wat nu de beste keuze is geweest. Wel denk ik dat het juist ook in deze tijd gewoon wel belangrijk is om te kijken van als je wil beleggen, waar wil je in beleggen? Doe je dat inderdaad alleen maar voor de resultaten? Of kijk je ook hoe je misschien de wereld verder nog kan verbeteren daarmee om juist bijvoorbeeld in duurzame bedrijven te zitten of in ontwikkelingslanden te beleggen? Ja, ja. Dus dat is dan je advies aan wat betreft beleggingen en wat dan betreft hypotheken? Zijn er mensen die iets zien kelderen of hoe werkt dat? Ja, nou, best wel verband daarmee is het de huizenmarkt ook wat de rente doet. Dus juist voor de mensen die een huis willen kopen of juist verkopen... is natuurlijk erg de vraag, ja, wat gaat die huizenmarkt doen? Gaat en wat, misschien wat is jouw advies dan? Ja, ook hiervoor geldt wel van, we moeten zo reëel zijn... niemand weet wat de huizenmarkt gaat doen. Nee. Ik denk wel, op het moment dat je echt een lange tijd zoekt naar een woning... en je wilde juist voor lange tijd gaan wonen... dan is het een prima moment om nu te kopen. Dan kan je gewoon gebruik maken van het voordeel dat er nu is... dat er gewoon meer huizen beschikbaar zijn dan een aantal weken geleden... waarin zeker in de grote steden het gewoon... overspannen was die markt. Dus dat wordt dan nu beter. Daar kan je gebruik van maken. En dan moet je voor lief nemen dat als die huizenmarkt toch daalt... dat je er toch nog een tijd gaat zitten. Dus dat het toch vast wel weer een keer goed komt. Ja. Voor mensen die wat minder haast hebben... dan zou ik wel zeggen, neem het zekere voor het onzekere. En wacht nog even met een huis kopen. Dat als het toch omlaag gaat... dat je niet gelijk waarde verliest. Ja. En juist als je het in de verkoopkant zit, dan zou je kunnen zeggen, zet het in ieder geval nu gauw te koop. Mocht je het toch gauw verkopen of voor een goede prijs, dan kan je dat accepteren. En lukt het niet, dan kan je altijd nog even wachten daarmee, als je die tijd hebt. Ja. Ja, dus eigenlijk het positieve is dat er nu wat meer ruimte op de woningmarkt komt. Ja. Dat is positief voor sommige mensen die een Zeker. Huis willen kopen. Ja. Zijn er nog meer positieve dingen te benoemen naar aanleiding van deze tijd? Want het is natuurlijk heel onrustig en moeilijk. Maar daar zullen misschien ook wel wat mooie dingen uit voortrollen. Financieel gezien. Zeker. Ja, en we noemden net al even de rente. Nou, op dit moment lijkt die wat te gaan stijgen. Het is wel een ingewikkeld punt, omdat de overheid juist ook wel zijn best doet om het te verlagen. Stijging zou natuurlijk voor de enorm lage spaarrekeningrente wel een voordeel kunnen zijn. Ja. Wat ik overigens nog een belangrijker voordeel vind aan deze tijd... is juist een beetje vanuit die visie van genoeg die ik heel erg heb... dat ik denk dat we in deze tijd daar veel meer bij stilgezet worden. Al het reizen met de auto en het vliegtuig. Ja, je gaat je wel meer afvragen van, is dat nou echt allemaal zo nodig? Ja. Bijvoorbeeld het eten. Ja, ik merk het voor mezelf ook. Ik ging best regelmatig uit eten en ik mis dat echt. Maar ik ben me ook wel gaan realiseren van, mis ik nou echt alleen dat uit eten gaan? Of mis ik juist veel meer de contacten die je daardoor hebt, de aandacht die je dan voor elkaar hebt? En dat kan je misschien ook op een andere manier invullen. Zeker als we straks daar weer meer mogelijkheden voor krijgen. Ja, kijk wel naar uit, ja. Ja, inderdaad. Maar ik denk wel, deze tijd helpt je wel een stuk bewustwording daarin. En wat natuurlijk ook financiële gevolgen heeft. Als je niet uit eten gaat, maar je gaat gewoon thuis met elkaar kletsen... kan je misschien diezelfde voordelen wel realiseren met minder uitgaven. Ja, nou, dat herken ik wel. Ik ben nu ook veel bewuster met uitgeven. Ja. En wat is nou echt belangrijk? En wat wil ik nu met mijn geld doen? Ik ben zelf ook ZZP'er. Oh ja. En dat is best een spannende tijd als ZZP'er. Ja, inderdaad. Misschien heb je voor... Nou, er zullen vast
meerdere ZZP'ers nu kijken. Ja. Of mensen die onrust voelen of zich zorgen maken. Misschien kan je een advies aan ons, aan mij, geven voor in de komende tijd. Ja, nou, in ieder geval eerst even een praktisch advies voor de ZZP'ers. Of in ieder geval ondernemers in het algemeen. Ja. Er zijn gelukkig echt een aantal subsidiemogelijkheden, noem ik het maar even, nu gekomen. Ja, dat is voor een aantal verschillende situaties van toepassing. Als je in een bepaalde branche zit, kan je een eenmalig bedrag van 4000 euro krijgen. Voor iedereen die verder geraakt wordt door de crisis en daardoor onder een bepaald minimum komt, is er een aanvullingsmogelijkheid. Mensen met personeel hebben mogelijkheden om een loondoorbetaling voor de gulden opgevangen te krijgen. Dus dat is in ieder geval een heel mooi punt. En juist voor het algemeenheid, of je een ondernemer bent of niet, is inderdaad dat stukje rust, denk ik, heel belangrijk. In het algemeen denk ik, financiële rust is belangrijk, ja. Maar nu wel meer dan ooit. Ja. Ja, daarvoor heb ik eigenlijk twee tips die helemaal bij elkaar horen. De eerste is, probeer echt voor jezelf na te gaan. Waar liggen je prioriteiten? Welke dingen vind je nou echt belangrijk in het leven? En in het algemeen denk ik dat je er goed naar kan kijken. Maar ook deze tijd helpt je om van bepaalde dingen bewust te worden. Ik realiseer mezelf bijvoorbeeld ook dat ik juist het sporten, dat is voor mij voetbal en tennis zijn de sporten die ik doe, dat ik dat gewoon echt heel erg mis in deze tijd. Dus dat is voor mij een duidelijk voorbeeld van iets dat je hierdoor merkt. Dat best wel een soort van belangrijk punt is in je leven. Als je het hebt over dingen die je leuk vindt om te doen. Ja. Dus voor jezelf zeg maar je prioriteiten bepalen. En het tweede is je uitgaven goed in beeld brengen. Zodat je dan vervolgens kan zien van hoe geef ik mijn geld uit ten opzichte van de dingen die belangrijk zijn in mijn leven. En hoe kan je dat misschien beter op elkaar afstemmen. En of als je voldoende nog hebt, kan je kijken hoe je dan overvloed kan halen. Om daarmee of dingen te doen die je zelf belangrijk vindt. Of misschien anderen te helpen die minder hebben. Ja. Nou, dankjewel. Yesterday I cried, praying to the Lord, lifted up my voice, shared my deepest thoughts. I don't have a choice but holding on to you, so why can't I rejoice and start with something new? When my spirit faints within me, you know my way, everywhere I walk, every single day. Though they try to hurt me, they won't go away. You were here beside me, every time I pray. Get me out of this prison, get me out of this room. Get me out of these people, get me out of this gloom. Get me out of this prison, get me out of this room. Get me out of these people, I'm praying to you. Save me from these lies.
for which I was not prepared. Get me out of this prison, get me out of this room, get me out of these people, get me out of this gloom, get me out of this prison, get me out of this room, get me out of these people. I'm praying to you, get me out of this prison, get me out of this room, get me out of these people, get me out of this gloom, get me out of this prison, get me out of this room, get me out of these people. I'm praying to you, get me out of this prison, get me out of this room, get me out of these people, get me out of this gloom, get me out of this prison, get me out of this room, get me out of these people. I'm praying to you. Yes, ik heb zin om met jullie het woord in te duiken, want wat is een betere plek dan het woord van God om bemoediging en hoop uit te halen. Tegelijkertijd, we kunnen het niet met enkel het woord doen. We hebben de balans nodig tussen 100% woord en 100% geest. We gaan staan op die belofte van Jezus dat zijn woorden niet enkel woorden zijn, maar dat zijn woorden leven, geest en waarheid zijn. Dus laten we met elkaar de Bijbel induiken. We gaan naar Exodus 13 vanaf vers 17. Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat eigenlijk korter was. Want God zei, anders zal het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Wat we hier kunnen lezen, is dat er zojuist de bevrijding voor de Israëlieten uit Egypte plaats heeft gevonden. Ze zijn geleid uit Egypte, ze zijn onderweg naar het beloofde land. En onderweg daarnaartoe leidt de route hen langs het land van de Filistijnen. En daar zegt God, halt, stop. Hij leidt ze niet door het land van de Filistijnen, maar hij zegt, als ze hier doorheen zouden gaan, dan zouden ze waarschijnlijk bang worden. Ze zouden deze strijd niet aankunnen. Dus ik leid ze eromheen. Nou, tot zover. Ik wil nog even één tekst met jullie lezen. We gaan naar 1 Korinthe 10, vanaf vers 13. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Als je deze twee teksten even op je in laat zinken, dan kan het niet anders dan dat dit jou, dat u, dat mij enorm moet bemoedigen. En waarom? God die gaat ons nooit iets geven wat we niet aankunnen. Het land, het volk Israël, staat voor het land van de Filistijnen. En God zegt, ah, hij kijkt in de harten van de mensen. Hij ziet wat er speelt. Hij weet wat er gaande is. En hij zegt, we gaan dit niet doen. Ik leid jullie om het land van de Filistijnen heen, een andere route naar het beloofde land toe. Maar de bemoediging in dit verhaal is, dat als zij de strijd wel hadden aangekund, als ze er wel klaar voor waren geweest, dan had God ze door het land van de Filistijnen kunnen laten gaan. Nou, ik wil jou bemoedigen deze avond of deze ochtend, deze middag, afhankelijk van wanneer je kijkt,
Op het moment dat jij op dit moment door een woestijn gaat, door een periode van droogte, door een periode van strijd, eigenlijk gaan we er met z'n allen doorheen. Ik wil jou bemoedigen met deze waarheid. God vindt dat jij er klaar voor bent. Het feit dat hij ervoor heeft gekozen jou niet om deze woestijn, om deze strijd heen te leiden, is het bewijs dat hij jou heeft toegerust, zoals ook 1 Korinthe 10 vers 13 zegt. Hij heeft jou toegerust met de overwinning. Om een persoonlijk verhaal te delen, de nacht voor deze opname heb ik enorme strijd gehad. En wat we vaak gaan doen als er strijd is in ons leven, is naar binnen kijken. Ik weet het zelf als geen ander, ik ben door een burn-out gegaan. En het eerste wat we vaak doen is introspectie. Maar ik wil je bemoedigen vandaag met het feit dat als jij op dit moment door strijd heen gaat, ga niet naar binnen kijken, maar weet dat strijd zomaar ook wel eens een bemoediging kan zijn. Ik wil je bemoedigen met het feit dat God vindt dat jij er klaar voor bent. Op het moment dat jij nu door een woestijn heen gaat, op het moment dat je worstelt met angst, op het moment dat het allemaal te veel eventjes wordt, op het moment dat je de druk niet meer aan kan, weet dan dat God deze periode wil gaan gebruiken, dat hij jouw karakter wil vormen om jou zo meteen op een nog veel grotere manier te gaan gebruiken voor zijn koninkrijk. En weet dit, jij bent er klaar voor. Het feit dat je er nu doorheen gaat, is het bewijs dat God tegen jou zegt, ik geloof in jou. Ik heb vertrouwen in jou. En daar ga ik mee afsluiten. Misschien zit je al in je huiskamer, ben je het geloof verloren. Ben je je passie kwijt, ben je je visie kwijt. Maar weet dan dit, God zegt vandaag tegen jou, lieve schat, ik geloof in jou. Ik heb je toegerust met de overwinning en met mij ben je meer dan overwinnaar. Someday hurricanes will blow. Seems the world has stopped to spin. But the storms that come will go. One day we will dance again. Once I was taught the wind is stronger than it appears by now and then. Remember, it won't take much longer before we will dance again. Don't you know that we will sing again? 'Cause not everything is told. Don't you know that we will sing again? We will dance in the eye of the storm. When the day turns into night, it's getting closer than it's ever been. Just close your eyes and keep in sight. One day we'll dance again. Don't you know that we will sing again, my love? 'Cause not everything is told. Don't you know what I've been dreaming of? We will dance in the eye of the storm. Dreaming of, we will dance
in the eye of the storm. We will dance in the eye of the storm. Leuk dat u keek naar Presence Live. Op Facebook en YouTube gaan we nu verder met een live concert van de Bowery. Keek u via Family 7, dan kan ik u uitnodigen om in te tunen op ons YouTube of Facebook kanaal, zodat u ook kunt genieten van deze prachtige live registratie. Morgen zijn Joke en ik er weer en gaan we weer genieten van een overdenking en zullen we kunnen genieten van de live muziek van Eline Bakker. Voor nu een hele fijne avond en graag tot morgen.